Hoi groep 7, ik moet wel even 7 opschrijven. Wij gaan aan de slag met de talige instructie van donderdag 14 januari. Let even heel goed op. We gaan namelijk bij taal aan de slag, niet met les 4, maar met een losse les. Ik zal zo uitleggen waarom. En bij spelling ga je aan de slag met les 3. En ook bloon. En ook het kopieerblad van les 4. Daar komen we dadelijk op terug. Ik ga als eerste even met jullie kijken naar de taalles. Daar heb je vandaag alleen je schrift voor nodig. Want het boek gaat je nu aanleren dat je bijwoorden moet gaan zoeken. Maar dat vind ik echt 10 stappen te ver. Ik wil nu met jullie gaan kijken naar een stukje zinsontleding. En daarom ga ik met jullie een losse oefening doen. En daar heb je je strategieschrift voor nodig. Het rode schrift, ik was hem even aan het zoeken op de tafel voor me. Die heb je nodig en je taalschrift. We gaan namelijk aan de slag met het stappenplan zinnen ontleden. En als allereerste gaan wij zinnen op het bord schrijven. Nou, we schrijven erbij oef, juf en dan de datum donderdag 14 januari. Dat betekent dus dat je de les uit het boek niet gaat maken. Daar gaan we. De juf schrijft alles op het bord. Oh, op het bord. Beetje fout. Op het bord. Schrijf maar met mij mee. Gaan we ze dadelijk in stapjes oplossen. Ze zijn twee. Ze mist de kinderen. De hele dag. Dat zijn drie. De kinderen werken hard. Zijn vier. Ze sturen de juf een foto van het werk. En zijn vijf. De juf vertelt de kinderen ik ben trots op jullie. Dat is ook zo. Nou, dat is de laatste zin. Je mag me natuurlijk even pauze zetten als je ze even wil opschrijven. En je pakt je stappenplan zinontleden erbij en dan gaan we samen aan de slag. Oké, daar gaan we. Weet je nog wat ik vertelde over zinsontleding? Dat je altijd aan de slag gaat met de verschillende stappen. Ik laat ze je wel even zien. De verschillende stappen doe je altijd. Dus je gaat niet zomaar aan de slag met alleen maar de persoonsvorm. Maar je doet alle stappen tot wat we gehad hebben. Dus we gaan tot het leidend voorwerp. En ik maak hem vandaag ook af tot en met stap 5. Daar gaan we. De eerste zin. Maak de zin vragend. Schrijft de juf alles op het bord? De persoonsvorm is schrijft. Die krijgt een dubbele streep. Stap 2. Het gezegde. Staan er meerdere werkwoorden in de zin? Nee. Stap 3. Wie schrijft? De juf. De juf is dus het onderwerp. En dan zetten we een rondje omheen. Stap 4. Wat schrijft de juf? Alles. De juf schrijft alles. Dus alles krijgt een golflijn. Stap 5. Wie of wat schrijft de juf alles? Kun je dan antwoord geven? Nee. Dus dat betekent dat er geen weerwagend voorwerp zit in deze zin.
Wat zit er wel nog in? Het overgebleven stukje en dat noem je een bepaling. En ik moest even zelf nadenken, want bij die stap 5 zeggen ze een beetje anders dan wat we dat in de oude methode hebben gedaan, want dat was het voor of aan wie. En ze zeggen het een beetje anders, dus daardoor was ik een beetje in de war. We gaan naar zin 2. Ze mist de kinderen de hele dag. Nou, mist ze de kinderen de hele dag? Mist is dus de persoonsvorm. En die krijgt een dubbele streep. Stap 2. Staan er nog meer werkwoorden in de zin? Nee. Stap 3. Wie mist? Ze. Dus ze krijgt een rondje, want dat is het onderwerp. Wie of wat mist ze? De kinderen. Dus die kinderen krijgt een golflijn, want dat is het leidend voorwerp. Is er dan nog een meewerkend voorwerp? Wie of wat mist ze de kinderen? Nee. Dus er is geen meewerkend voorwerp. De hele dag is dan dus weer een bepaling. Zin 3. Werken de kinderen hard? Welk woord staat vooraan? Werken is de persoonsvorm. Zal er nog meer werkwoorden in de zin? Stap 2? Nee. Wie werken? De kinderen. Dus de kinderen krijgt een rondje, dat is het onderwerp. Wie of wat werken de kinderen? Ze werken hard. Dus hard is het leidend voorwerp. Staat er ook nog een meewerkend voorwerp in? Nee, want alle woorden zijn benoemd. Maak nu voor jezelf zin 4 en 5. En dat is dan de talige instructie van taal van vandaag. Zet me maar even op pauze, dan kijken we ze zo meteen samen na. Oké, nou, zin 4 en 5 kun je nakijken. Bij zin 5 is het opvallend dat je hem kunt verdelen in twee stukken. Daarom heb ik ook bij zin 5 twee keer een onderwerp en twee keer een persoonsvorm. Oké, wij hebben dus nu geoefend met 5 zinnen zinsontleding. Dat is belangrijk. We hebben de verschillende stappen toegepast. Je hebt dus in dit schrift de verschillende stappen staan. Dat zullen we vaker doen. Daarom doen we dan niet letterlijk de les uit het boek. Dan gaan we nu door met spelling. En bij spelling staat les 3 op het programma. Die pak ik voor jullie even erbij. Gisteren hebben jullie namelijk nog geoefend met bloon. Dan heb je extra geoefend in je schrift. En nu gaan we aan de slag met de derde les. Even kijken. Spelling, groep 7, waar ben je? Oké, we zijn bij thema 5. Les 3. Oké. Ik ga als eerste even met jullie kijken naar de voorbeeldwoorden. En hier zie je 3 keer de ik-vorm. Ik koop, ik zoek, ik mag. De verleden tijd klinkt dan zo. Ik kocht, ik zocht, ik mocht. Hey, daar komt die CHT weer terug. Gaan we even kijken naar de instapkaart. Dit ga je leren. Je leert hoe je andere klankwerkwoorden in de verleden tijd schrijft. Dit moet je weten. In de verleden tijd verandert de klank. Behalve de klinker verandert ook soms een medeklinker. Kijk maar naar het voorbeeld. Maak hem een beetje groter. Ik zoek. Jij zoekt. Wij zoeken. En in de verleden tijd wordt het zocht of zochten. Die verandert dus in de verleden tijd van klank. En daar hoort Gerrit bij met een filmpje. Kijk maar mee. Vandaag gaan we het hebben over spelling van werkwoorden. Kijk, het werkwoord zoeken. Gerrit, haal de klok eens tevoorschijn. Ah, de verleden tijd. Werkwoorden als zoeken in de verleden tijd. Zoeken is een andere klankwerkwoord. In de verleden tijd verandert de klank. Behalve de klinker verandert er ook een medeklinker.
de ik-vorm en de hij-vorm. Kom dan, Gerrit. Ik zocht. Hij zocht. In de verleden tijd verandert de klank. De wij-vorm. Wij zochten. Ga eens opzij, Gerrit. In de verleden tijd verandert de klank. Werkwoorden als zoeken in de verleden tijd. Ik, hij zocht. Wij zochten. Waar moet je opletten? In de verleden tijd verandert niet alleen een klinker, maar ook een medeklinker. Weet je niet of de klank verandert? Zoek het werkwoord dan op in het woordenboek. En dat is wel een hele belangrijke tip. Als je een werkwoord niet weet, zoek het dan op in het woordenboek. Je kunt niet alles meteen weten en je hoort het niet. En als je twijfelt, kun je het beter even of thuis navragen, of aan mij vragen, of opzoeken. Oké, dan gaan we nu aan de slag met het volgende. Want we gaan naar het stukje eerst proberen. Oké, pak hem allemaal bij in je werkboek. Ik zoek hem even achteraan op. En dan gaan we aan de slag. Denk goed aan de afspraken. Nummer 1. Weet je wat ze zeggen? Schrijf op zeggen. Een olifant onthoudt altijd alles. Schrijf op onthoud. Denk aan de afspraken. Het is niet ik, maar iemand anders. Onthoud. Hij doet boodschappen. Schrijf op doet. Hij koopt precies wat hij moet hebben. Virus koopt. Had ik maar zo'n geheugen. Schrijf op had. Dan dacht ik overal aan. Schrijf op dacht. 7. Dan wist ik wat ik moest doen. Wist. En 8. En stond ik nu niet hier met een lege winkelwagen. Schrijf op stond. Dat zijn de nummers 1 tot en met 8. Ik ga ze even laten zien. Kijk ze maar even na. Zeggen. Onthoud met dt. Doet. Koopt. Had. Dacht. Goed, ik zet hem even op pauze. Wacht even. Oké, daar zijn we weer. Ik werd even onderbroken. Iemand kwam even iets vragen. En je weet dat dat wel vaker gebeurt. Nou, jullie hadden de woorden nagekeken. En dat is ook eigenlijk meteen het einde van de les. Je kunt opschrijven hoeveel je er goed had, hoeveel je er fout had. Ik ben natuurlijk altijd benieuwd hoeveel je er goed hebt. Nou, dan hebben we vandaag deze les gemaakt en de oefening van taal. Ga ook aan de slag met bloon. En je hoeft het werkboek verder niet te maken, want het komt natuurlijk morgen weer terug. Zorg dat je dan ook 10 minuutjes aan de slag bent met de afspraken van bloon. En daar mag je vandaag weer kiezen of je aan de slag gaat met de afspraken van thema 5 of dat je zelf een keuze maakt. Nou, dit was dan de talige instructie. De leesinstructie krijgen jullie vandaag van juffrouw Marielle. En ik spreek jullie later weer, oftewel morgen weer. Succes! Doei!